Bij deze webinar over inventarisatie. We gaan van start met deze inventarisatie-webinar om te kijken of het mogelijk is om het voor u te vereenvoudigen in het bedrijf. Zo dadelijk na de introductie laat ik u zien hoe u documentatie met betrekking tot inventarisatie terug kunt vinden binnen SAP Business One zelf. Vervolgens een demo, welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de inventarisatie. Een korte samenvatting en tenslotte de afsluiting waarin we nog een aantal webinars die we voor de komende maanden hebben gepland. Mijn naam is Tim Verold, consultant bij Domani Business Solutions. Velen van u herkennen het, aan het eind van een boekjaar wordt door bedrijven veelal de inventarisatie, oftewel de telling van de artikelen gedaan. Even tussendoor of tussen kerst en nieuwjaar. Met tellijsten door het magazijn en vervolgens dienen alle tellijsten nog verwerkt te worden in SAP Business One. Uiteindelijk zorgt een correcte telling ervoor dat de voorraadwaarde, zowel in aantallen als bedrag, weer klopt. Voor sommige bedrijven is het ook het moment om de schappen te ontdoen van stof en wellicht het magazijn te herinrichten. In de tussentijd zijn er immers artikelen uit het assortiment gegaan en zijn er nieuwe artikelen bijgekomen. En omdat de verpakkingen van de nieuwe artikelen of wijziging van verpakkingen van bestaande artikelen vragen om een andere locatie in het magazijn, kan er op zo'n moment met een kritische blik ook naar gekeken worden. In deze webinar laat ik u een aantal mogelijkheden zien hoe de inventarisatie in SAP Business One gedaan kan worden. Kiest u voor de jaarlijkse telling aan het einde van een boekjaar of doet u de inventarisatie periodiek of wellicht een combinatie van beide. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een steekproef aan het einde van een boekjaar, waarbij je bij bepaalde bedrijven vaak ziet dat de kostbare producten nogmaals geteld worden. Documentatie. De documentatie die kunt u met name terugvinden in SAP Business One zelf door gebruik te maken van de context help. Staat u in een bepaald scherm in SAP Business One, dan kunt u op het context help icoontje klikken. En dat vindt u terug in het iconenmenu van SAP Business One. We gaan over naar de demo, maar voordat we dat gaan doen, wil ik u nog even wijzen op een aantal instellingen die u kunt doen binnen SAP Business One. En wel bij de documentinstellingen. Die vindt u onder beheer, systeeminstellingen, documentinstellingen. En dan hebben we het tabblad per document waar u zowel inventarisatie als voorraadboeking kunt selecteren. En daar een aantal instellingen kunt doen. En welke instellingen het beste bij uw bedrijf past, kunt u nalezen in de contexthelp. Goed, we gaan kijken binnen SAP Business One welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de inventarisatie. Zoals ik u zojuist al liet zien in een vorig scherm, kunt u een aantal instellingen doen. Die vindt u dus terug onder beheer, systeeminstellingen, documentinstellingen en vervolgens onder het tabblad per document kunt u hier kiezen voor voorraadboeking of inventarisatie. In die context zelf vindt u dus hier onder het vraagteken. Waarbij u een duidelijke uitleg krijgt wat de velden precies inhouden. En aan de hand daarvan kunt u een selectie maken welke het beste bij uw bedrijf past. We gaan dus eerst kijken naar een traditionele telling einde boekjaar. Daarvoor kunnen we dus tellijsten printen en die maken wij aan via de volgende optie. We gaan naar magazijnbeheer, we gaan naar de voorraadtransacties, inventarisatietransactie en vervolgens naar inventarisatie. In eerste instantie gaan we uit van één teller. In dit geval is dat de gebruiker Mark Manager. We kunnen artikelen gaan toevoegen aan de inventarisatielijst.
die kunnen we gaan selecteren. Ik heb hier alvast een aantal artikelen in mijn scherm neergezet. Klik er vervolgens op OK. Dan worden deze vier artikelen ingeladen in mijn systeem. Vervolgens kunnen we een tellijst aanmaken. Ik zal het even in de preview laten zien. Dan krijgt u de keuze uit twee mogelijkheden. Een hoeveelheid in magazijn op inventarisatiedatum weergeven of de hoeveelheid in magazijn op inventarisatiedatum verbergen. Dat betekent dus, mag de hoeveelheid die in het magazijn ligt wel of niet zichtbaar zijn op de tellijst? Maar een reden hiervoor zou kunnen zijn dat een teller niet zomaar de hoeveelheid noteert die in het magazijn ligt zonder te tellen. Dat is natuurlijk wel een hele makkelijke optie. Dus sommige bedrijven kiezen ervoor om deze optie te gebruiken. Wij gaan uit van de bovenste optie dat het wel wordt weergegeven. Klikken we dan op OK. Dan wordt de tellijst gecreëerd. En vervolgens kunt u in de laatste kolom kunt u handmatig de getelde hoeveelheid noteren. Bent u klaar met deze tellijst? Dan gaat u de correcties doorvoeren in dit inventarisatiescherm. We hebben hier een hoeveelheid van 48. Stel, ik heb er 47 geteld. Dan voer ik in 47. En zie ik hier staan een afwijking van min 1. Ga ik mijn hoeveelheid vergroten? Ik zeg 55, uiteraard. Ja, dan zien we hier dat er 5 bij komen. U ziet dat deze redelijk rood wordt. Hoe komt dit? Dat komt door die instellingen die je kunt doen, die ik u zojuist heb laten zien. De afwijking is nu groter dan 5%. En op het moment dat die afwijking groter is dan 5%, wordt deze regel rood. Stelt u dus bij die documentinstellingen een lager percentage of een hoger percentage in, afhankelijk van de afwijking, dan gaat deze regel een andere kleur aannemen. Ik heb nu deze twee regels gecorrigeerd. En vervolgens ga ik deze inventarisatiegraad toevoegen. U doet dan nog geen voorraadboeking. Met andere woorden, ik kan hem nu even toevoegen en later zeggen van ik ga door met de correcties uit deze tellijst. Dus ik kan hem nu toevoegen en hij bewaart hem voor mij. Kijk even naar de laatste, dat is deze. Vervolgens ziet u dat deze knop nu gaat oplichten. Naar voorraadboeking kopiëren. Nou, wat wil ik graag doen? Ik wil uiteraard alleen maar de regels exporteren waar een afwijking in zit. Ook al zou ik voorlopig hier even helemaal niks mee doen, deze regels worden niet meegenomen, omdat er namelijk geen correctie op gedaan is. Dus klik ik hierop, naar voorraadboeking kopiëren, dan ziet u ook dat deze beide regels meer worden genomen naar de voorraadboeking. Dit is waar uiteindelijk ook een financiële transactie uit volgt. Die kunt u van tevoren bekijken via een journaalboeking preview. Ben ik hier content mee? Prima, dan zeg ik toevoegen. Het document kan naar opslaan die meer gewijzigd worden. We gaan door. En nu heb ik een definitieve voorraadboeking gemaakt, waarbij de correcties uiteraard zijn meegenomen. We zien dan ook bij de inventarisatie dat de bovenste twee regels afgehandeld zijn. Daar kan ik geen correcties meer op uitvoeren. De onderste twee regels, die kan ik uiteraard nog corrigeren. En vervolgens kan ik, nadat ik dat heb geactualiseerd, weer doorboeken naar een voorraadboeking. Dan zijn er uiteraard ook artikelen die een serienummer of een batchnummer hebben. Stel dat hier een afwijking voor is. Toevallig is dit artikel een serienummer gerelateerd artikel en hier zit een afwijking op. Ik heb er 3 geteld. Ik actualiseer. En vervolgens ga ik deze regel doorboeken naar mijn voorraadboeking. Dit vind ik allemaal prima. En ik zeg nu toevoegen. Dan krijg je vervolgens een pop-up schermpje boeking serienummers.
Deze regels worden nu rood. Betekent dus dat ik van hieruit drie regels moet kiezen van welke serienummers er nog aanwezig zijn. Nou, ik zeg dat 1, 2 en 3 nog aanwezig zijn en 4 niet meer. Dat betekent dat ik deze drie regels terug ga zetten naar serienummers die dus nog beschikbaar zijn. En die nummer 4 is dus niet meer beschikbaar. De hoeveelheid min 1 en de totale geselecteerde min 1 stemmen nu met elkaar overeen. Dat betekent dat ik het nu kan actualiseren. Oké. En vervolgens kan ik ook deze regel als een voorraadboeking nu door gaan boeken binnen SAP. Dat betekent dat nu het artikel dat een serienummer had, dat serienummer ook niet meer beschikbaar is in mijn magazijn. Andersom kan het natuurlijk ook gebeuren dat er uiteraard artikelen bij zijn die een serienummer hebben waarvan er eentje meer ligt. In die situatie zult u dan zien dat in het pop-up schermpje wat zojuist naar voren kwam met de rode regels, er groene regels zijn. En dat betekent dat er een extra regel bijgecreëerd moet worden. En dat probeer ik te laten zien. Ik ga hier een regel aan toevoegen. Ik zie hier even magazijn nummer 02. En ik zeg dat in plaats van dat er 4 liggen, er 5 liggen. Waardoor ik nu een afwijking van plus 1 heb. Dit ga ik actualiseren. En vervolgens ga ik hier een voorraadboeking van maken. Ga ik het nu toevoegen. Dat klopt niet helemaal. Die moet ik eerst met de kans verhuizen. Dat betekent dat er nog eentje open blijft staan. Die moet ik erbij creëren. Serie nummer 5. Stond al. Nummer 6. En ik ga actualiseren. En toevoegen. Stel je aan het verwerken. En nu is een extra artikel dat serienummer gerelateerd is bijgeboekt met serienummer 6. Al deze transacties die gedaan zijn, kunnen teruggevonden worden onder de voorraadrapporten en vervolgens onder het inventarisatietransactierapport. We gaan even bekijken van magazijn 02. En dit zijn alle transacties die ik zojuist gedaan heb. Dit was de situatie met één teller. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u meerdere tellers het magazijn instuurt. En dat kunnen we op twee manieren doen. We gaan terug naar magazijnbeheer. We gaan naar de voorraadtransacties, inventarisatietransactie, inventarisatie. We kiezen hiervoor meerdere tellers. We kunnen hier kiezen voor individuele tellers of teamtellers. Wat is het verschil? Bij individuele tellers krijgt iedere teller dezelfde tellijst mee en telt dezelfde artikelen. Bij teamtellers wordt één tellijst geprint waarop de tellers vermeld staan. Onderling kan er bijvoorbeeld bepaald worden wie welk artikel telt en vult de hoeveelheid in op de desbetreffende kolom. Als we hier achter op die puntjes gaan klikken, dan kunnen we hier een tweede teller bij selecteren. Bijvoorbeeld Carlos Andres. Actualiseren dit. Dan zeg ik oké. Kies ik voor teamtellers. Dan kies ik hier bijvoorbeeld Christian Roberts. Ja, met de bruin. Actualiseren. Wat u dan ook ziet, er komt een tabblad bij. Teamtelling. En hier kunt u uw werk op het moment dat de teamtelling gedaan is. En heb je te maken met individuele tellers, dan wordt er hier een extra kolom bijgezet van de tweede teller. We zien hier twee keer over Mark Manager staan.
dat heeft te maken op het moment dat u artikelen heeft in het systeem die een zogenaamde hoeveelheidseenheid hebben. Dan moet het daarin gevuld te worden. En heeft u artikelen die niet gebonden zijn aan een hoeveelheidseenheid, dan zullen de gegevens hier ingevuld worden. Dan gaan we hier artikelen toevoegen. We gaan die weer even opnieuw selecteren. Drie artikelen. We laten het serienummer gerelateerde artikel even weg. Nu ziet u ook, deze artikelen hebben geen hoeveelheidseenheid. Hier kan ik ook geen correcties doen. Ik kan het wel doen in deze kolom, waar hier 47 en we in het magazijn. Marktmanager zegt dat er 46 liggen en Carlos zegt er liggen gewoon 47. Hiervan zegt Marktmanager er liggen 55 en Carlos zegt er liggen 54. Deze gaan we toevoegen. Wat ik hier nog wel heel even moet doen, dat was een reserveerd om te doen, is dat wij dit geteld hebben. Dit moet even handmatig gedaan worden. Actualiseer dat. En vervolgens kan ik ook een voorraadboeking kopiëren. Maar nu wordt mij de volgende vraag gesteld. Wil jij hetgeen laten zien wat Mark Mensje heeft geteld of Carlos Andres heeft geteld? De bedoeling hiervan is dat u eigenlijk van tevoren bepaalt wie de hoofdteller is. Meestal is het de teller die als eerste wordt aangewezen, in dit geval is het Mark Manager. Op het moment dat er dus eigenlijk een verschil is tussen twee tellers, dan zal er eigenlijk een hertelling plaats moeten vinden. Want wie heeft nu gelijk? Heeft Mark Manager gelijk of Carlos Andres gelijk? Heeft uiteindelijk Carlos Andres gelijk, dan veranderen wij de aantallen bij Mark Manager naar 47. En heeft hier Mark Manager gelijk met zijn 55 en dit Carlos met zijn 54, kunnen wij dit gegeven laten staan. We gaan dit opnieuw actualiseren. En vervolgens zeggen wij, we hebben die correcties op de juiste manier gedaan. De tellijst, zoals het geteld is door Mark Manager, is de leidende. Alleen worden hier weer even in artikelen aan toegevoegd. Omdat dat staat allemaal correct. Doe ik even op deze wijze. Nee. Ja, dus ik snap hem al. De aantallen die zijn uiteraard hetzelfde. Dat moet er heel even aanpassen. Daarom dient hij ze niet mee. Want zodra de voorraad gelijk is naar het aantal dat geteld is, worden er geen regels doorgestuurd. We gaan heel even uit van deze situatie. En dan zullen we wel zien dat de getelde hoeveelheid doorgaat. Ben ik hiermee content, dan kan ik deze opnieuw weer toevoegen. En dan wordt ook de definitieve boeking gemaakt van de voorraadverschillen en uiteraard ook de voorraadwaarde. Er is ook een andere mogelijkheid. Stel dat u liever werkt met een Excel-lijst of u loopt bijvoorbeeld met een laptop door het magazijn waar een Excel-lijst in staat met alle artikelen. Dan kunt u die artikelen importeren. Daarvoor dient een Excel-lijst wel omgezet te worden naar een TXT-bestand, zodat deze geïmporteerd kan worden in SAP. Ook hier kunnen we ook weer zeggen, stel dat u heeft serienummer gerelateerde artikelen of batch gerelateerde artikelen, maak daarvoor separate bestanden aan. Dus met andere woorden, heeft u een tellijst voor algemene artikelen, laat ik het zo even noemen, dan heeft u alleen nodig de artikelcode, de magazijncode en de getelde hoeveelheid. Maak u gebruik van serienummers,
Dan doet u daar extra aan toe te voegen een kolom met serienummers. En heeft u te maken met batchnummers, maak dan ook een separaat bestand aan waar een extra kolom wordt toegevoegd voor batchnummers. Op die manier kunt u vrij eenvoudig die gegevens importeren in SAP. We kijken opnieuw even bij deze inventarisatie. En van hieruit hebben wij de mogelijkheid niet om de artikel te selecteren, maar te importeren. Het is mogelijk om een zogenoemd schabloon hiervoor vast te leggen. In dit geval hebben wij nodig voor de inventarisatie een artikelcode, een magazijncode en de getelde hoeveelheid. Stel nou dat je zegt van ik heb ook serienummers, dan kunt u daar die serienummers aan toevoegen. En u kunt dit gaan opslaan als een schabloon. Ik heb deze inventarisatie al gehad, maar u kunt bijvoorbeeld ook zeggen ik noem dit inventarisatie met serienummers erbij. In dit geval ga ik die met die serienummer niet gebruiken. We gaan nu in dit geval de standaard inventarisatie gebruiken. Gebruik ik die, dan komt er automatisch het serienummer bij. Okay. Dan gaan we vervolgens een bestand kiezen dat geïmporteerd moet worden. En we kunnen gaan importeren. En dan ziet u ook dat deze artikelen worden geïmporteerd. Wilt u dan bijvoorbeeld artikelen toevoegen? Dat is ook nog mogelijk. Komt die er wel een andere gekozen te worden? In ieder geval kiezen wij deze. En dan moet u ervoor kiezen door nieuwe records toe te voegen zonder de bestaande records te actualiseren. Dat kan ik deze. Oké. Dat hadden we al gedaan. Twee. Die komt niet meer voor in mijn lijstje. Dan ziet u ook dat deze artikelen extra worden toegevoegd. Deze haal ik er heel even uit. In principe is nu de afhandeling hetzelfde zoals u het juist ook heeft gedaan. Getelde hoeveelheid die staat er correct in. Dat komt uit de sheet die u heeft geïmporteerd. En vervolgens voegt u dit weer toe. En als we hem dan opnieuw oproepen, kunnen we hier opnieuw weer een voorraadboeking van maken. Dit zijn de twee manieren die eigenlijk traditioneel zijn met eigenlijk als extra, stel dat u het liever gebruik maakt van een Excel bestand, kunt u op deze wijze artikelen importeren. Er is ook een mogelijkheid om periodiek te gaan tellen. Dat betekent dat u vooraf kunt instellen wanneer u graag wilt gaan tellen. Wilt u dat maandelijks gaan doen? Wilt u dat bijvoorbeeld dagelijks gaan doen? En welk magazijn of artikelgroep beter gezegd zou u daarbij willen selecteren? Die instellingen doen we als volgt. Daarvoor gaan we naar beheer, definitie, magazijnbeheer en we gaan kiezen voor een inventarisatiecycli. Ik heb er al een aantal aangelegd, waaronder bijvoorbeeld een dagelijkse telling. Dat betekent dat die dagelijks wordt herhaald. En u kunt kiezen om de hoeveel dagen dat zou moeten gebeuren. U kunt kiezen voor elke werkdag. Ik heb gekozen nu voor elke dag. De datum om te starten is 28.11.2019 en bijvoorbeeld om 9:15. En het heeft geen einddatum. Dat betekent dat ik dus eigenlijk dagelijks ga tellen. Dat is de eerste stap die u moet doen. Eerst de inventarisatiecycli vastleggen. De volgende stap die u doet is de bepaling van de periodieke inventarisatie. Die staat direct hieronder. Hier zie ik mijn magazijnen.
En ik ga de inventarisatie doen op basis van een artikelgroep. Heeft u uw magazijn ingeregeld met zones? Dat doet u uiteraard binnen het magazijn zelf. Als we kijken binnen magazijnen en we kijken naar magazijn 5. Dan hebben wij naar magazijnlocaties geactiveerd. Dat betekent dat u voor dit magazijn locaties kunt vastleggen. En binnen deze periodieke inventarisatiebepaling kunt u hier aangeven of u dat op zone, op stelling of op level wil gaan tellen. We moeten hiervoor voor de verdere instellingen dubbelklikken op het regelnummer. En ik kan hier kiezen hoe ik mijn cycli wil instellen. Stel dat ik alleen deze artikelgroep wil meenemen in mijn dagelijkse telling. Dan krijg ik nog eens een melding, hier doorklikken. En ik wil er graag een alarmfunctie aanhangen. En die alarmfunctie koppel ik aan gebruiker Mark Manager. Ik ga dit actualiseren en ik zeg oké. Wat er dan vervolgens gebeurt elke dag, is dat er om 8:15 automatisch een alert voor u komt. En vervolgens zit hier ook direct een lijst met artikelen bij die voldoen aan die criteria van die artikelgroep. Moet ik al deze artikelen gaan tellen? Dat is de keuze die u zelf doet. Door hierop te klikken kan ik ze allemaal selecteren. Maar je kunt bijvoorbeeld ook zeggen, ik wil bepaalde artikelen gaan tellen. Ik tel bijvoorbeeld artikel C nummer 4 vandaag alleen. Daarna kunt u direct klikken op het knopje inventarisatie. Dan wordt het scherm inventarisatie geopend, wat we eerder ook al hebben laten zien. Vervolgens kunt u hier weer een tellijst van. Kijk, hier komt automatisch al weer een pop-up van de instelling die ik zojuist heb gedaan. En dat is in principe gewoon dezelfde lijst. Hier doet u uiteraard nadat u de correcties hebt doorgevoerd. Dat ik hier zeg 99. De wederom toevoegen en daarna de voorraadboeking weer maken. Zo kunt u zeg maar ingaan regelen, periodiek, tellingen, bijvoorbeeld maandelijks of halfjaarlijks of per kwartaal. En u krijgt daar automatisch een alert voor. U kunt daarvoor dus een lijst genereren. Of als u zegt van, ik wil het op een andere manier doen, ik wil het weer gaan importeren, dan zou u de lijst die u met de alarmfunctie heeft gezien. Schrijf ik niet op. Ik kan namelijk die tabel gaan kopiëren. Als ik hier even mijn Excel open. Dan heb ik de mogelijkheid om hier met de rechter muisknop op te klikken, de tabel te kunnen kopiëren. Ga ik naar Excel, klik hier met mijn rechter muisknop, kies voor plakken, dan kan ik hier dus alles in gaan plakken. Hier kunt u dus vrij eenvoudig snel een selectie maken van artikelen die niet nodig zijn. Houdt u wel even rekening mee dat dit magazijn 101 hoort te zijn. Dan zou u kunnen doen door te zeggen van, ik ga de celeigenschappen als een tekstveld noemen. Ik zet hier 01 in. En voort moet dat door. Nou, als u daar de gegevens bij zet met de kolom aantal geteld, dan heeft u alleen maar nodig het artikelnummer, een magazijn en uiteindelijk ook de kolom aantal geteld. En vervolgens kunt u die weer importeren via de importfunctie binnen het inventarisatiescherm. Dat is de wijze waarop dit vrij eenvoudig gedaan kan worden met betrekking tot een periodieke inventarisatie. We hebben gezien dat we het op een traditionele wijze van inventariseren kunnen doen door middel van een handmatige invoer of import van artikelen. We kunnen het doen met een enkele teller of met meerdere tellers. U kunt een inventarisatiecyclus aanmaken op artikelgroep, maar maakt u gebruik van locatiebeheer binnen RD, kunt u ook op locaties een selectie maken. En we hebben gezien dat alle transacties die gedaan zijn met betrekking tot inventarisatie terug te vinden zijn in het inventarisatietransactierapport.
Heeft u vragen over deze inventarisatie? Dan kunt u die stellen via Domani door gebruik te maken van het mailadres id@domani-bs.com. Of heeft u andere ideeën voor webinars? Dan horen wij die ook graag. Dan hebben we nog een agenda voor de komende maanden. Een webinar op 12 december, die gaat over de jaarafsluiting SAG Business One. En op 23 januari een webinar over tactisch beslissen naar inzichten uit SAP Analytics Cloud. Daarmee besluiten wij deze webinar over inventarisatie. We wensen u nog een fijne dag toe en tot de volgende webinar.